Zo, er zit weer een week op. We gaan eens gauw kijken waar we allemaal geshout hebben. Ja, we hebben weer van alles gedaan. We gaan gewoon eens rondlopen. Gereedschap schoongemaakt. Haspeltje opgehangen. Ja, als je hier HBM roept, ja, het breekt alles af. Oh, hier binnen begint het al lekker te drogen. Klinkt ook nog lekker vol. Ventilator staat er nog in. Nou, dat werkt gewoon super. En Hemels vrouw, die gaat dan afsluiten, want we gaan naar huis. Vroegavond. Vroegavond. We hebben eigenlijk allemaal gedaan van de week. We hebben ze best gesjouwd, maar... Jij hebt rustig gewerkt tot en met donderdag. Ook nog, ja. Stukken donderdag is afgewerkt. Ja. Ik zie hem niet. Ik staat in het donker. Het licht achter hem. Nou, ja. Je moet even opschuiven, want... We hoeven jullie niet per se te zien. Nee, ja, wat is er allemaal gebeurd? Spullen gebracht, heel veel spullen naar boven gebracht. Ja, oh, we hebben weggeslapen, maar helemaal gefilmd. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat we van de week allemaal gedaan hebben. We hebben van alles gedaan. Een hele week druk geweest. Vloerverwarming gelegd in de badkamer. Vloerverwarming, ja. Dat was gisteren. Container is weg. Container is weg. Dak is afgedekt. Ja. Gempalen. En voor de rest, weet ik niet. Ja, vandaag, boven. Ja. Ja, we zijn in ieder geval een heel, nou, hele week druk geweest. Ik heb van alles gesjouwd in de schuur ook. Het glas is gezet. Het glas is gezet. Jongen, we weten nog niet half wat er allemaal gebeurd is. Hier mooi wit. Oh, het begint toch wel lekker te drogen. Oh, dan wordt het donker. Kijk, op alle slaapkamers hebben we het gips al neergezet, hebben omhoog gewerkt. Daar staat ook al gips klaar. Nog meer gips. Een partij rachels, die hebben we nodig. En daar staat de cementdek. De vloer, we hebben een hele hoop al op zolder staan, hebben we meegenomen uit Alem. En de badkamer weer een stapje dichterbij. Hè? Kom het bad. Daar komt de douche. Die houten balken gaan nog weg. Daar moet ik afschot in maken. Dat laat ik nog wel zien. Nou, die begint ook goed te drogen. Ventileren, ventileren. Dat is het enigste wat helpt. Het opstootprotocol. Dat hebben we gedaan. Jazeker. Met de vloerverwarming. En die vloerverwarming op de douche. Dat was nog wel wat. Dan gaat dat met die balk. Dus ja, het komt allemaal goed. We liggen nog op planning. Dus ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. We hebben de halve zolder al voorgestapeld. Heb ik al verteld. Alles, alles mee. En aan de andere kant de halve zolder leeggehaald. Ook nog. Je hebt het ook weggebracht. Ja, we hebben alles gedaan. We houden jullie in ieder geval op de hoogte. En dan gaat het goed komen. Dus, van de omhoogsjouwen, wat was het? In de vloer zitten nu 34 zakken zitten erin. Ja, 34 zakken erin, cementdek. En voor de douche, daar hebben we nog staan. Daar hebben we er 12 voor staan. Daar gaat de partij van die rotzakken in. En als vrouw maar mengen, hè. Het enige wat ik doe is erop kiepen en een beetje vlag zien te krijgen. En wachten tot hij klaar is. Ja, ik heb het simpelste werk. Ik hoef maar mijn latje overheen te rijden en is vlak. Maar ik heb geluk, meestal is het andersom. Toch? Ja. Ja. En voor degene die het wil weten, een stuk door, heb ik 2,5 pallet gips opgesmeerd. Kijk. Had ik nog gevraagd. Dat is wel leuk om te weten, toch? 2,5 pallet. Ja. En smerzakken zei het, oeh. Dat hebben we ook nog gedaan, die rommel opgeruimd. Oh ja, hier heel het huis werd schoongemaakt. Jongen, wat smerzakken zei het. Maar, nou de cementdekvloer erin, dan is het stofgebeuren een heel eind op. Mijn tegel zetten nog een beetje. En mijn gipsen valt wel mee. Stof niet zo erg. Maar dan gaan we dus
volgende week kan beginnen. Aan de douche verder. Nou, die vloer die moet nu even een paar dagen drogen voordat ik erop kan. Dan ga ik de regengoot erin zetten en het afschot erin smeren. Regengoot? Ja, douchegoot. Dat gaat niet regenen. Douchegoot. Dit gaat niet regenen. Sorry. De douchegoot erin zetten. De vrouw wil weer een douchegoot. Waarom niet gewoon in een bak? Die kwakt op de grond en dan is het klaar. Nee. Een goot. Grote douche. Ja, wel fijn voor mij. Grote mens. Dus ik heb er staan te kijken op dat muurtje waar hij moest staan. Nou is hij goed, denk ik. Nou is hij goed. Was ik eens jou, die spullen omhoog. En zijn verhuisraam. En uitkomst. Ja, nou zet ze het tweede deel open. Deel waar net dicht zat. Dat is een draaikantelraam. En dat deel waar al open stond. Dat is gewoon alleen een draairaam. En dan noemen ze dan een verhuisraam. Omdat er geen stijl in het midden staat. Maar daar hebben we nou al een hoop plezier van gehad. Die zakken cement omhoog doen. Jongen, waar werk, 46 zakken cement. Trapje staat er nog. 4 treden omhoog, dan leg ik hem op de steiger. Nou, een zak of 10 op de steiger. En dan is het op, hè. Dus, maar alle spulletjes zijn boven. Dus, hek kan weer lichter zonder pallets. Alles naar boven geslepen. Ja, hier ben ik bezig met de badkamer. Cement dekvloer erin. Je ziet ook de vloerverwarming gelegd. Dat is toch wel super simpel, die noppen. Dat werkt echt super. En hier ben ik bezig. Het is eventjes versneld. Dadelijk laat ik het nog zien. Langzaam. Want je klopt het aan en zo. Maar dat doen we dadelijk. Maar met omhoog sjouwen. Ja, 10 zakken cement op de steiger. Die wegen 25 kilo. Is 250 kilo. Zo'n steiger. Die is volgens mij voor 300 kilo de vierkante meter gemaakt. Dus hebben we in een paar etappes hebben we omhoog gesjouwd. Eerst op de steiger gelegd. Toen ons vrouw naar binnen en ik het spul door de raam heen gesjouwd. Toen we met hout begonnen en het gips. Toen heb ik die twee balkjes er eventjes zo schuin opgeschroefd. Kon ik ze mooi zo omhoog schuiven. Dat scheelde weer een handeling. En hebben we alles bij ons op de slaapkamer neergelegd. En ja, ligt het in ieder geval boven. En dat is onze prioriteit aankomende week om boven alles klaar te maken. Hier is ja, gelukkig de cementdekvloer in zitten. Die hadden wij er al in willen hebben. Toen ze beneden de cementdekvloer hadden gelegd. Als we dat dan gevraagd hadden aan het bedrijf die het gelegd had. Die smeren zo'n vloertje er meteen in. Zonder problemen. En dat was goede koper geweest als nou. Maar ja. Helaas loodgieterswerk niet klaar. Om bepaalde redenen. Dus moest ik het zelf doen. Ook niet erg. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Hier zie je. Hier heb ik een rij met waterpas erop. Dat werkt, maar ik heb ook een lange rij liggen. En dan schuif ik over al die balkjes heen. Hè. Nou, als ik hem dan afgereden heb, dan doen we even schuren. En daarna met de plakspaan. Dan wrijf je even de cement wel omhoog, smeer je hem dicht. En dan is het een goeie. Niks meer aan doen. Afblijven en laten drogen. Dit komt natuurlijk niet zo heel precies als beneden. Hier worden tegels opgeplakt. Dat is, ja, dat is het makkelijkste in de douche, plakken. En dat ken ik zelf, hè. Dat ga ik ook zelf doen. Maar als vrouw, die heeft daar... hier zitten 34 zakken cement in. Klein vloertje, hè. 34 zakken cement. Die is allemaal staan te mixeren. Dat is nog niet het lichtste werk, ook niet. Dus daar valt eigenlijk best wel tegen. Met zo'n grote mixer daar... Het is eigenlijk maar heel droog. Een specie die wordt heel die is vrij vloeibaar. Want die is vrij droog. En ja, daar mix het gewoon een stuk lastiger. Kijk, dit is die lange rij. Die gaat over het hout heen. En daar aan de muur heb ik maar waterpas gelegd. Dus daar kan ik ook overheen. Daar kan ik dan ook naar kijken. Dus dan moet ik wel zorgen dat bij de muur niks meer eraf haal. Want dat stukje is al... waterpas. Het is ongeveer een 8 centimeter wat erop komt. Dus wil je ooit zelf een cementdekvloer maken en je kunt gewoon uitrekenen de oppervlakte die je nodig hebt. En dan ja, die 8 centimeter kun je de inhoud uitrekenen. Dus op internet staat netjes hoeveel 25 kilo, hoeveel liter dat is.
En dan kun je het uithalen. Nou, hier staan vrouwen te mixeren. Die mixer op zich is niet zo heel zwaar. Ja, komt ook weer van HBM af, hè. Dus blij met de sponsor, zullen we maar zeggen. En ja, de heb je gewoon nodig als je zoveel zakken cement gaat doen. Want het is een berenwerk om het goed gemengd te krijgen. Je moet het, volgens mij op de zak staat, 3 minuten lang mengen. 2,5 liter water erbij. En dan is het spul goed en dan is het gewoon rustig blijven en dan kun je het er vlak in smeren. Ja, vond het wel leuk om een keer te doen. Hier laat ik het even zien op de normale snelheid. Zal ik er ook wel uitleg bij geven. Kijk, het is gewoon zand en wat cement en een klein beetje water. Er zit geen kalk bij. Een specie zit nog kalk bij. Die zit hier niet bij. Zorg dat overal zand komt, net als met leidingen en zo, net als de riolering, goed eronder duwen met de handen. Zorg dat je handschoenen aan hebt, hè. Want uw handen gaan helemaal kapot van die cement. En dan is het zeg maar aankloppen, een soort aantrillen. Dat je het zand een beetje, of de cement, een beetje compact samenslaat. Dat is gewoon belangrijk, want als je het er zo los op gooit en je rijdt het af, nou, dan wordt het vloertje niet, hè. Je moet hem echt aankloppen. Zorg dat je overal goed op hoogte zit. Het is gewoon een rustig werkje. Ja, ik vind het wel leuk werk. Word er ook niet echt moe van. Geen spierpijn van of niks. En het is goed kijken. Het is net een grote zandbak, hè. Alleen, ja, de dag erop is het zand wel knoep hard. Dus je moet het nou goed doen. En anders heb je geen kans meer. Dan zie je die houten balkjes, daar heb ik, ja, dan moet je gewoon precies werken dat die goed liggen. En dan kun je er mooi mee laten overheen rijden. Hè. Dus wel kijken dat je een rechte lat hebt. Kijk, hier ga ik omhoog trekken, eerst het hoogste gedeelte, vanaf ga ik er een paar keer overheen. Net zolang totdat je op die balk leunt. En dan is het goed. Ja, was echt lang geleden dat ik dit gedaan had. Maar dit zijn dingen die verleer je eigenlijk niet. En met een beetje gezond boerenverstand, ook al heb je het nooit gedaan, kom je een heel eind, hè. En niet te bang zijn. Gewoon aan beginnen. Daar heb ik altijd zoiets. Ik kan niks mis mee gaan, hè. Missen laat je afrijden. Ja, of je moet gruwelijk hard op die lat gaan hangen, dan duw je hem hartstikke krom. Maar dat is dus niet de bedoeling, hè. Gewoon een beetje op en neer wiebelen. En dan komt het goed. En als het dan eenmaal een beetje vlak is, dan schuur ik het op. Met een schuurspaan. Dat ga ik niet doen als ik de rij weg kan leggen. En als vrouw staat maar te mixeren erachter. Hè. Die het echt een stuk zwaarder gehad. En dan ga je er zo overheen met die schuurplank en dan kun je meteen voelen als er iets niet goed zit. Minste of geringste wat er verkeerd zit, dat voel je gewoon als je er zo overheen wrijft. Klinkt misschien stom, maar dat is wel, dat is net als met een auto ook. Als je die aan het schuren bent, hè, en er zit een kleine oneffenheid in, voel je meteen. Nou, dit doe ik. Dit is gewoon een vlakke spaan. Dan ga ik er overheen en dan wrijf je de cement een klein beetje omhoog. Dan smeer je eigenlijk de toplaag een beetje dicht. Hoeft nou bij dit komt het niet zo heel precies. Want ja, dan wordt het tegeltje opgeluimd. Maar ja, iets doe ik toch. Het is ook helemaal geen zwaar werk. En je moet niet gaan hangen op dat ding. En je moet hem ook niet links of rechts omhoog tillen. Gewoon de dingen vlak op en dan komt dat goed. Af en toe neem je wel een korreltje graai mee. Moet ook niet moeilijk over doen als er daar nog op liggen. Als je klaar bent, dan veeg je er zo vanaf. Want hij zit dus niet vast. Ja, leuk werkje om te doen. En dat hebben we van de week dus gedaan als laatste. Volgende week weer een filmpje over de verbouwing. En ja, daar komt een eind aan. Hè. We hebben nog 3 weken nu. Ik ben begonnen aan mijn vakantie, jazeker. En dan komt dat goed. Nou gaan we afsluiten.
Zo, jullie hebben het gezien, je zijn weer helemaal op de hoogte. Vragen erover, hieronder stellen, opmerkingen, mag ook. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Dat helpt ons weer met YouTube, met een algoritme, waar de hele muziek van. Die verandert iedere keer wat, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. En we sluiten af zoals we altijd doen. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!